Over 3 maanden is bekend wie de brug over de Corantijnrivier zal bouwen en wat het zal kosten. Het ministerie van Openbare Werken wacht volgens minister Riyad Noor Mohammed op de ontwerpen, inclusief het kostenplaatje. Zelf is het ministerie bezig met zoeken naar de voorfinanciering. Voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers vandaag zei Noor Mohammed dat de spin-off van de brug over de Corantijnrivier te vergelijken zal zijn met die van de bouw van de Weidenbosbrug, alleen op grotere schaal. In het begin weinig spin-off, maar je hebt gezien binnen een paar jaren enorm de bebouwing. Van woonhuizen had een spin-off genomen in Kamerwijnen. De rest niet, wat jammer is, want de productie en de industrie moest ook een boost krijgen. En dat is niet gebeurd. Bij Corantijnrivier is dus die schaal van boost wel anders. Ligt vooral op productie en industrie. En toerisme. Daar zal het vooral zijn. Ik bedoel, je gaat geen woningen zien bouwen links en rechts, maar het gaat vooral anders. Dus dat is het primair. En ondertussen, als de olieindustrie zich verder ontwikkelt, je weet, er zijn initiatieven, men is bezig daarmee, dat zullen we ook die spin-off daarvan zien. Inmiddels zit er ook vaart in de voorbereidingen voor een tweede brug over de Suriname rivier naar Kamerwijnen, zegt Noor Mohammed. Ik zou zeggen, er zijn 3 geïnteresseerde bedrijven geselecteerd. Daar is de procedure dat ook zij hun aanbieding moeten doen. We wachten dus op de aanbieding. Zij hebben de opdracht om zelf de studies te verrichten. Bij de Corantijnbrug hebben wij de opdracht gegeven. Dus ze zijn bezig met de studies, verschillende studies, technisch, Asia, Environmental, Economics. Ook voor deze brug is het wachten op de ontwerpen en de kostencalculaties.